Hallo mensen, welkom bij de eerste aflevering van Kermisgek. Mijn naam is Milan Leppers, een presentator. Vandaag zijn we op de mooie kermis in Reuver. We hebben onder andere een open interview en hele mooie beelden van de Future Dancer. Verder kijkt u lekker mee naar deze mooie reportage. Kijkt u mee? De machine baby finale. Steeds een beetje sneller baby. Ready. Alle hemels! Alles geven, alles geven, alles geven! Yes! Alsjeblieft. Zou je misschien kunnen kijken waar het controlepaneel voor doet? Waar de losse knoppen voor dienen? Deze is voor de... vloer aan te zetten, deze voor de kruizen, deze voor uit van de vloer, uit van de kruizen, twee stuks, en de snelheid, en dan hebben we ook nog om te remmen, dan gaat automatisch naar de langzaamste stand. Voor een beetje te variëren door de rit. Ja, ja. De stroboscopen, blinders, we kunnen de verlichting nog afzonderlijk aanzetten, schijnwerpers. En dan heb ik hier ook nog twee voetknoppen. Ik weet niet of je ze wel zien. Eentje voor de echo. En eentje voor de trekker die je aan en uit te zetten. Zo'n blackout? Ja, ja. Ja, die zitten echt letterlijk op de blackout aangesloten. Puur omdat als ik dan druk ben met verkopen, dan kan ik ook toch nog een beetje met de richting spelen en alles. Mooi zoom geven. Ja. Hey, man, dan komt hij. Hoe lang werkt u al met deze attractie? Ik reis nu al 12 jaar met deze, 13 jaar met deze attractie zelf alleen. En de attractie is samen met mijn stiefvader van een bedrijf. Daar doe ik samen mee. Alsjeblieft. Dat is al sinds voor de restart. Ja, ja. Hij is ook alleen maar mooier op geworden. Ja, ja. Dat is wel de bedoeling. Ja, dat klopt.
Als de mensen hem nou ook s'nachts eens met rust laten, dan... Ja, dat klopt ook. Zonder aan de onderruimte trekken en anders. Ja, schoenstrepen boven op de gondels. Ja. En daarvoor hebben we eigenlijk ook een beetje het camerasysteem nou, voor s'nachts. Dat mocht er toch echt iets gesloopt worden, dus... Zo moeilijk is het zo diep, dus eigenlijk helemaal niet. Nou, moeilijk, ja. Je moet weten wat je wil zeggen en op welke manier. En toch een beetje ook de mensen een beetje aanvoelen, wat voor publiek dat er loopt. En gewoon, kunnen wij inderdaad gaan stappen erbij zijn. Come on! Alsjeblieft. Hoe leuk is het, vinden jullie het heel erg leuk om bij deze attractie te exporteren? Ja, ja, om de ervaring op de kermis. Hier in Reuven bedoel je, of over het algemeen alle kermissen? Algemeen. Ja, vergeleken met vroeger is het toch wel iets minder gezellig geworden, omdat ja... Nee, zij zijn 20 euro hier kwijtgeraakt. Hebben jullie dat misschien gevonden? Nee, helaas nog niet. Kan je best even buiten... Is het tijdens het draaien gebeurd? Ja. Ga je best naar buiten om even kijken. Meestal valt het naar buiten. Ja, dat, omdat het toch wel een stuk moeilijker is om ja, een beetje geld over te kunnen houden. Door alle kosten en omdat de kermissen toch ook wel iets minder zijn geweest. Ja. Eentje? Alsjeblieft. En ook omdat, ja, je merkt dat de houding van mensen eigenlijk wel verandert ten opzichte van de kermis. Worden ze agressiever of in wat voor zich doet dat? Minder respect en waarde voor de spullen. Dat is jammer, ja. dat verloren kan. Ja. Maar dat is ook omdat, ja, volgens mij de hele samenleving een beetje minder... waarde voor spullen heeft. Tegenwoordig auto's en alles, ja, dat wordt ook alleen maar gebruikt. En een autodeur wordt zomaar tegen een andere auto opengegooid. En dan, ja. Oké, komt ie. We gaan weer alles geven, baby, yes, here we go! Dan, Hoe lang staat u al hier op deze kermis? Ja, ik denk dat het al een jaar of 8 tot 10 geleden is dat ik hier voor het eerst stond. Alleen wij doen elk jaar, het ene jaar kom ik en het andere jaar dan een pliep of een ander, zoals tweede jaar de beachparty. Elk jaar wat anders. Oké, daar komt hij dan, daar komt hij dan, daar komt hij dan, daar gaat hij, baby, baby!